In deze aflevering van de Kamerreeks staat Cornelis Moerman centraal. Hij werd in 1893 hier op Hoogstad geboren. Hij overleed hier ook op Hoogstad in 1988. Hij was toen 95 jaar. De Vlaardingse arts Cornelis Moerman is landelijk bekend geworden door zowel zijn alternatieve behandelwijze van kanker als ook door zijn antisemitische uitspraken. Onaangenaam, benepen, paranoïde, kwakzalver en antisemiet, maar ook knap, miskend, origineel en mensenredder. Als iets hem kenmerkt, dan zijn het wel de extremen in zijn doen en laten en de wijze waarop zijn omgeving daarop reageerde. Of het nu de verdediging van zijn eigen Moerman-therapie tegen kanker is, zijn verzet tegen grondonteigeningen, de zorg voor zijn patiënten of zijn religieuze denkbeelden, steeds drijft hij de verhoudingen tot het uiterste. Met uitgesproken Moerman-bestrijders, maar ook geestdriftige aanhangers tot gevolg. De Nederlandse tak van de familie Moerman stamt af van Willem Pieterszoo Moerman, een protestant die eind 16e eeuw de zuidelijke Nederlanden verliet en zich noordelijker in deze regio vestigde. En dat was omdat toen de zuidelijke Nederlanden onder de katholieke heerschappij van de Spaanse troon stonden. In het midden van de 18e eeuw vestigde een tak van dit Moerman-geslacht zich in Vlaardingen. Zij behoorden tot de gegoede boerenstand. Hun boerderij was vanaf de late 19e eeuw Hoogstad. Moermans grootvader, Cornelis senior, trouwde met een vrouw uit een gegoede boerenfamilie in Vlaardingen-Ambacht. Willem, de vader van Cornelis Moerman, trouwde ook een boerendochter. Ze kregen naast Cornelis nog 4 kinderen. Maartje Cornelia, Cornelis Willem, Sijtje en Jan. De relatie tussen Cornelis en zijn broers en zusters was moeizaam. Oorzaak daarvan was de verdeling van de nalatenschap van hun ouders. Cornelis Moerman doorliep vlot de lagere school en slaagde in 1907 voor het toelatingsexamen HBS te Schiedam. Moerman ging voor veearts studeren in Utrecht. Hij werd ingelood voor militaire dienst, maar meldde zich al spoedig vrijwillig aan voor een militaire carrière die 10 jaar zou duren. De studie tot veearts maakte hij mede daardoor niet af. Net als zijn broer Cornelis Willem, die het tot de landelijke competitie bracht, speelde hij in deze periode tennis. In 1918, hij was toen al 25, pakte hij een nieuwe studie op. Geneeskunde in Leiden. De studie, die door een vlotte student in 5 jaar kon worden afgelegd, vergde van Moerman uiteindelijk 11 jaar. Zijn tegenvallende studieresultaten kon hij moeilijk verkroppen, waarbij hij vooral de schuld bij zijn docenten zocht. Na een rustperiode behaalt hij alsnog zijn artsendiploma. Eindelijk kan hij zijn lang gekoesterde wens een eigen artsenpraktijk realiseren. En hij doet dat hier op de oude, vertrouwde familieboerderij Hoogstad in het toen nog zelfstandige Vlaardingen-Ambacht. Voor velen in zijn directe omgeving was zijn huwelijk in 1939 met Anna Emma van den Berg, een weduwe uit Bloemendaal, een verrassing. Eind oktober 1939 verloofde zij zich. Op 23 december daaropvolgend trouwden ze. Als een waar society gebeuren werd het huwelijk van tevoren in de media aangekondigd. Ook het huwelijk zelf trok de nodige belangstelling. In een krant verscheen een foto van het echtpaar. Na een huwelijk vestigde het echtpaar zich in een zojuist gereed gekomen woning aan de Prins Bernhardlaan, nummer 35. Het huwelijk houdt niet lang stand. Al in 1942 vestigt Moerman zich weer opnieuw op Hoogstad. Zijn vrouw vertrekt naar Den Haag. Naar haar zeggen, omdat Moerman contacten met NSB'ers onderhield. Van oorsprong was Hoogstad een melkveehouderij en werd er kaas geproduceerd. Na het overlijden van moeder Dirkje verkochten broer Cornelis Willem en de beide zussen hun aandeel in de familieboerderij aan Jan en Cornelis. Na het overlijden van Jan in 1961 kocht Cornelis zijn erfgenamen uit en werd hij eigenaar van Hoogstad. Het leven van Moerman stond sinds zijn afstuderen in het teken van zijn huisartsenpraktijk, het kankeronderzoek en zijn strijd voor erkenning daarvan. Als mede zijn vele juridische verschillen met betrekking tot de onteigening van het complex Hoogstad. En bijna al zijn tijd besteedde hij aan deze zaken. Als kind van de 19e eeuw was hij statusbewust en gedroeg hij zich ook hiernaar.
Het huis werd vanaf 1930 naar zijn ideeën heringericht. Stelselmatig verbouwd en in goede staat gebracht. Ook uiterlijk was Moorman een echte heer. Altijd in driedelig kostuum, met losse kraag, gouden zakhorloge, hoed, halfhoge laarzen, bottines en in het winterhalfjaar met lange jas en witte sjaal. Als huisarts bediende hij zich ten behoeve van de huisbezoeken van een automobiel, waarvoor hem tevens een chauffeur ter beschikking stond. Hier op Hoogstad krijgt Moorman regelmatig bezoek van een kleine groep mensen. Hij blijkt prettig gezelschap, zij het dan dat hij zelf graag veel aan het woord is. Net afgestudeerd vestigde Moorman in juli 1930, 37 jaar oud, eindelijk zijn huisartsenpraktijk in boerderij Hoogstad. Hij liet een drietal borden plaatsen met daarop de tekst C. Moorman, medisch doctorandus arts. Aan het begin van de oprijlaan, aan het einde daarvan en naast de voordeur, waardoor de patiënten naar binnen konden. Hij nam voor iedere patiënt de tijd en maakte daardoor lange dagen. Omdat in Vlaardingen-Ambacht geen apotheek was, richtte hij in 1932 zijn eigen apotheek in, waarmee hij apotheekhoudend huisarts was. Financieel gezien was dit voordelig. Bij zijn Vlaardingse collega's zette het echter kwaad bloed. Zij konden immers van overheidswegen hiervoor geen toestemming krijgen, omdat zich in Vlaardingen wel apotheken bevonden. Het leidde in oktober 1933 tot een rechtszaak. Het middelpunt van zijn uiterst stroeve verhouding met de Vlaardingse artsen was zijn collega Bernie, van wie Moorman lange tijd en abusievelijk meende dat hij Joods was. Een andere reden van de onmin met de Vlaardingse collega's lag in Moormans initiatief om zelf het ziekenfonds Unitas op te richten. Moorman meende met de oprichting van Unitas iets voor de arbeidende stand te kunnen doen. De afwijkende praktijk en zeker ook Moormans manier van optreden bracht hem in conflict met zijn collega huisartsen, de medische instanties en de overheid. Zijn gedrag hierin kan men eigen gereid noemen. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij legde de schuld van het opheffen van Unitas en de poging zijn apotheek te sluiten niet bij de Duitsers, maar bij de Vlaardingse artsen. Hij was ervan overtuigd dat er een algemene hetze tegen hem werd gevoerd door zijn Vlaardingse collega's. Ondanks al die strubbelingen blijkt Moorman heel populair te zijn als huisarts. Zijn patiënten zijn in ieder geval tevreden over hem. Moorman zelf houdt niet van verandering. De inrichting van het huis is echt anno 1930. Dat betekent dat hij er in de 50 jaar dat hij hier gewoond heeft en hier zijn dokterspraktijk heeft uitgeoefend, nauwelijks iets aan heeft veranderd. Nog aan de inrichting, nog aan zijn instrumentarium. Al tijdens zijn jeugd had Moorman een bewuste godsdienstige belangstelling, waarin hij geheel zijn eigen weg zou gaan. In 1945 verscheen van zijn hand het boek De Wedergeboorte van het Christendom. Het was een eigen uitgave die een beperkte verspreiding kende en geen publicitaire aandacht kreeg. Het werd door Moorman aan belangstellenden weggegeven. De tweede, uitgebreide versie van De Wedergeboorte werd wel degelijk uitgegeven. Mede op grond van dit boek wordt Moorman van antisemitisme beschuldigd. Het lijkt erop alsof alles wat de Joden in de oorlogsjaren was aangedaan aan Moorman voorbij was gegaan en of hij niet begreep dat hij met De Wedergeboorte zeer negatieve reacties zou oproepen. Was hij werkelijk een antisemiet of deed hij alleen antisemitische uitspraken? In zijn praktijk had hij veel Joodse patiënten die hij net als alle anderen behandelde. En tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden er verschillende onderduikers in de Hooiberg op zijn erf. En ook zou hij kennis hebben gehad van Joodse onderduikers elders in Vlaardingen die hij niet verraden heeft. De Tweede Wereldoorlog zou een zware wissel op het leven van Moorman trekken. Twee keer werd hij gevangen gezet om zijn Duitslievendheid en vermeende NSB-lidmaatschap. Aan het begin en aan het einde van de oorlog. De eerste keer werd hij na 5 dagen weer op vrije voeten gesteld. Tijdens de oorlog kreeg hij ook te maken met de maatregelen van de bezetter. Zijn duiven moesten eraan geloven. De apotheek werd bedreigd en de vereniging Unitas werd op last van hogerhand opgeheven. Aan het einde van de oorlog werd hij geïnterneerd in het kamp De Vergulde Hand. Deze gevangenschap eindigde met een voorlopige vrijspraak en een meldingsplicht. Zijn antisemitische opvattingen heeft de Vlaardingse gemeenteraad in 1993 ertoe doen besluiten om de naam Dr. Moormanlaan
die ze aan een straat in Hoogstad hadden toegekend, weer te wijzigen. Na de Tweede Wereldoorlog verlegde Moerman zijn activiteit steeds meer naar zijn alternatieve kankertherapie. Zijn patiënten kwamen van heinde en verre. Hij verlegde ook zijn strijdtoneel steeds meer van het plaatselijke vlak naar het landelijke. In verschillende publicaties en vraaggesprekken heeft Moerman aangegeven hoe hij ertoe kwam om zich met het vraagstuk van de kanker bezig te gaan houden. Het meest uitgebreid beschreef hij dit in een boekje dat in 1985 ter gelegenheid van zijn 50-jarig artsenjubileum verscheen. Het idee om zich bezig te gaan houden met het kankeronderzoek vatte hij tijdens een van de door hem hooggeschatte hoogleraar Tendelo gegeven colleges op, toen deze zei: kanker is een ondoorgrondelijke ziekte. Moerman koos voor een ongebruikelijk proefdier, de postduif. Hij was namelijk in zijn jeugd reeds een enthousiast postduivenliefhebber geworden en wist dus al vroeg dat postduiven hetzelfde voedsel eten als een mens. Moerman las in een brochure van het Duitse farmaceutische concern Bayer dat de stofwisseling van 24 duiven gelijk stond aan die van één mens. Hij richtte zijn duivenhokken dusdanig in dat deze elk 24 duiven konden bevatten op basis waarvan hij zijn proefnemingen met variërend voedsel nam. Volgens Moerman was het wezen van kanker iets wat niets te maken had met een plaatselijk optredende ziekte. Kanker kan volgens hem alleen ontstaan en groeien door een fout in de stofwisseling van de mens als geheel. En in een ideaal gezond lichaam waarin deze fout niet bestaat, vindt men dan ook nooit kanker. Uit alle beschikbare stukken en publicaties blijkt dat Moerman oprecht en met goede bedoelingen heeft getracht zijn therapie onder de aandacht van de gevestigde medische orde te brengen. Zijn doel was daarbij uiteraard dat zijn methode omarmd en toegepast zou worden. Ondanks al zijn pogingen lukte dat Moerman niet. Hij moet zich een roepende in de woestijn hebben gevoeld en vergeleek zichzelf met anderen die in hun tijd niet geloofd werden, maar later op een voetstuk geplaatst werden. Er zijn zoveel meisjes op de wereld, je kunt ze door, door een zootje laten sterven, maar het moet wetenschappelijk wezen. Wat is er wat geworden? We stappen niet. En als je dan vraagt, wat is nou die wetenschap, dan weten ze het niet. Net als in de tijd van Galilei, wist het ook niet. Weet het nog niet. Het is altijd zo als een plattelands geneesheer pionierswerk verricht. Nou ja, dan zeggen ze eenvoudig, daar geloven we niet aan. Toch kreeg hij wel degelijk volgelingen, de zogenaamde Moerman-artsen, die de naar hem genoemde therapie toepasten. Met het uitdragen van de Moerman-therapie was hij dan ook zeer ingenomen, zoals hij zei, op een manifestatie in de Houtrusthallen in 1979. Onthoud het goed, geachte toehoorders. Het is het resultaat van een dieetlijst. Volgelingen richtten de Moerman-verenigingen op die in de eerste 20 jaar van het bestaan in een isolement verkeerden, maar die nu een open houding naar andere alternatieve behandelswijzen en de reguliere geneeskunde heeft. Ook komt er een Moermanbrood, een brood samengesteld volgens het voorschrift van Moerman. De tarwe moest uit de Hoekse Waard komen en gemalen in de Vlaardingse korenmolen Aeolus. Het grondgebied van Vlaardingen was van oudsher ingeklemd door Vlaardingen Ambacht. De stad bereikte al snel zijn grenzen en uitbreiding voor volkshuisvesting en industrie werd in de buurgemeente gezocht en gevonden. In 1941 kwam uiteindelijk een einde aan de zelfstandigheid van Vlaardingen Ambacht toen de Duitse bezetter deze gemeente ophief en toevoegde aan Vlaardingen. De eerste onteigening waarmee Moerman te maken kreeg was die voor de aanleg van Rijksweg 20 in 1935. De meest ingrijpende onteigeningsprocedure zou kort na de oorlog volgen, toen de gemeente Vlaardingen grond wilde onteigenen voor de aanleg van een recreatieterrein. Dit betekende het einde van het boerenbedrijf en voor Moerman, het meest ingrijpende, een streep door zijn proeven met postduiven voor zijn kankertherapie, waartoe hij Hoogstad als onderzoeksterrein had bestemd. Een periode van 2 jaar juridische strijd was ingeluid tot aan de koningin toe. Maar omdat in de procedure een wetenschappelijk advies ten aanzien van de waarde van de Moerman-therapie ontbrak, kon het onteigeningsbesluit niet door de majesteit ondertekend worden. De laatste onteigeningsprocedure betrof de aanleg van de burgemeester Heusdenselaan. Het betrof het sluitstuk van belangrijke ontsluitingswegen in de gemeente.
De juridische strijd die volgde vond plaats onder grote publieke belangstelling en hield de gemoederen danig bezig. Al deze onteigeningen heeft Moerman als een directe bedreiging van zijn persoon en zijn therapie ervaren. Vanaf 1984 verbetert de verhouding tussen Moerman en de gemeente Vlaardingen door een aantal ontmoetingen tussen hem en burgemeester Van Lier. Afgesproken wordt dat Hoogstad na Moermans overlijden aan de gemeente Vlaardingen zal worden overgedragen. Die overeenkomst met de gemeente Vlaardingen was een streep door de rekening van de Moermansstichting. Deze was opgericht met het doel het landgoed Hoogstad na Moermans overlijden te gaan beheren en ten dienste te stellen van de Moermantherapie. De Moermansstichting zet alles op alles om toch Hoogstad te kopen en bereikt met Moermans advocaat op alle punten overeenstemming. Moerman weigert echter zijn handtekening te zetten. Hij had nog genoeg tijd om erover na te denken, want hij was van plan de 21ste eeuw te halen. Zo dacht toen de 95-jarige. Een maand later kreeg hij een herseninfarct en op 27 augustus 1988 overleed Moerman. Ook na het overlijden van Moerman in 1988 zijn woon- en praktijkruimte vrijwel ongemoeid gelaten. Dit was het gevolg van de bepaling in zijn testament en de overeenkomst die hij voor zijn overlijden met de gemeente Vlaardingen sloot. Hierin was bepaald dat deze tenminste 25 jaar na zijn overlijden zou worden behouden als blijvende herinnering. Moerman was een moeilijk mens voor zijn al dan niet vermeende tegenstanders. Wat dat betreft ben ik sterk genoeg om het te dragen. En het is altijd nog zo, wie de laatste slag wint, heeft de oorlog gewonnen. En die dicteert de voorwaarden van de vrede. En dat ben ik. Die tijd komt. Tegelijk de vriendelijkheid zelf tegenover patiënten, vrienden en relaties. Patiënten die hun rekening niet konden betalen, kregen geregeld kwijtschelding of een heel laag tarief. Het hogere doel was tenslotte de mensheid gezond te maken en te houden. Maar nu, vandaag, nu ik zo ver ben, nu ik weet dat ik het win, ben ik blij dat ik geroepen ben geworden om iets over te brengen van de hemel naar de aarde. En dat doet me denken aan mijn ouders toen ik thuis kwam. Doktertje. Toen zei mijn vader, jongen, denk nu goed na. Beloof ons dat je uit deze wereld niet zal halen wat eruit te halen is. Want als de avond komt zoals wij nu met de laatste dagen zien komen van onze leven. Dat als jij staat aan de avond van je leven dat je kan zeggen, ik heb er iets ingebracht van blijvende waarde. Ik zeg, ik zal het doen, vader. Ik heb het gedaan. En laten we er hier mee eindigen. Productief, maar controversieel. Duizenden volgers, maar ook aangewezen als kwakzalver van de eeuw. Geliefd bij zijn patiënten, maar in onmin met zijn collega huisartsen en specialisten. Dwarsligger bij de gemeentelijke ontwikkelingsplannen, maar hoeder van een groene oase in de stad. Moerman is een man met vele gezichten die hem tot een intrigerende persoon maken. Moerman ligt begraven hier op begraafplaats Emaus, in een graf met een eenvoudige steen, samen met zijn ouders en zijn broer Jan. Cornelis Moerman, in leven arts.